vandaag op Maarten van Rossum voor onze jaarlijkse kennisparade. En dat is echt een fantastisch evenement wat we ook dit jaar weer met onze collega's samen hebben mogen organiseren. Vandaag willen we samen met onze collega's leren. We willen collega's bij elkaar brengen, inspireren om morgen in hun werk, in hun klas, met hun leerlingen het net een beetje anders te doen. We zijn hier vandaag met ons team. We hebben onze studiedag gekoppeld aan de kennisparade. Kennis is zonlicht. En zonder zonlicht is het lopen in het donker. Dus we zijn erg gebaat bij kennis. Ik heb vandaag inspiratie opgedaan, mindfulness. Ik denk dat ik daar in mijn werk zeker wat mee kan. En misschien daarbuiten zelfs privé ook nog wel. Ja, heel leuk. Ik was vanmiddag in de tweede workshopronde bij de verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Ontzettend inspirerend. Die meneer die vertelt heel enthousiast en heel duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. We hebben ook erg gelachen en het geeft mij heel veel inspiratie om direct morgen in de klas toe te passen. Waarom ik vandaag naar deze bijeenkomst wilde is dat ik het heel leuk vind om wat meer kennis op te doen. Als je eenmaal van je opleiding af bent, dan ga je natuurlijk niet meer zo vaak je verdiepen in bepaalde stof, behalve als je daar zelf over leest of wat dan ook. Deze kennisparade van Kwadame is eigenlijk een uniek evenement om juist wel weer die kennis op te doen. En ook om daarna te kijken of er een Q-time bij komt waar je je dan weer meer in kunt verdiepen. Ja, natuurlijk ging ik met bepaalde verwachtingen hier naartoe. Ik vind sowieso deze dagen heel erg nuttig om met collega's in contact te komen in een heel andere setting, zonder dat je die focus op je dagelijkse werk hebt. Dus dat je gewoon vanuit verschillende perspectieven leert kijken naar al het werk wat wij met z'n allen verzetten. Dus die verwachting heb ik en dat dit wordt ook gewoon elk jaar weer waargemaakt. Ik heb veel collega's gesproken, enthousiaste verhalen. Mooie masterclass waren ze geweest, veel geleerd over de natuur. Bij een aantal collega's, VR-bril heb ik langs horen komen. Dus weer mooie verhalen. En ik heb ook al wat collega's gehoord die echt zei, ik ga het morgen meteen gebruiken. Want dit is waar ik net op zat te wachten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze dag. Komend jaar naar al onze activiteiten komen. Weer mooie Q-times en masterclasses voor jullie staan. Zit er iets bij, maar je kunt niet, laat het ons weten. Maar mis je iets in ons programma, ook dan neem contact met ons op, want we zijn er voor jou.